Je bent de meest brutale kind die ik ooit in mijn school heb gehad. Ik stuur je van school af, ik wil je nooit meer zien. Kind met eigen mening komt naar Moorsel. Ik hoop echt niet dat ze in mijn klas komt. Maar dat was precies wat er gebeurde. Kinderen, ik heb jullie belangrijk nieuws te vertellen. Vandaag komt er een nieuwe leerling in onze klas. Meester, klopt het dat het het kind met de mening is? Amber, dat is een hele goede vraag. En ik ga er ook antwoord op geven. Je zou wel kunnen zeggen dat het waar is. Oké, klas, rustig, rustig. Je kent wel, al die pers en zo, die kunnen ook allemaal gewoon verhaaltjes schrijven over dat kind. Maar meester, ik heb gehoord dat ze al van 12 scholen is afgestuurd. Ik heb het ook al gehoord. Klas, het kan allemaal gewoon fake nieuws zijn. Ze zal wel over een tatoeage krijgen. Ja, ik denk dat ze Wagensberg gaat hebben. Ja, ik denk het ook wel. Klas, stilte alsjeblieft. Stilte. Ik geloof dat ik ze zie aankomen. Ik ga ze gaan ophalen. Klas, ik wil vragen dat jullie heel rustig blijven. Er zal vast wel niks aan de hand zijn. Oh, ik ga vast de politie bellen. Hallo. Oh, het valt ontzettend mee. Ze ziet er heel lief uit. Echt, hè? Kijk, jongens, dit is jullie nieuwe leerling. Het valt toch goed mee? Zeg, vertel eens hoe je het vindt om hier op school te zijn. Nou, ik vind het echt zo leuk om hier te zijn op deze school. Meen je dit wel? Dit klinkt echt niet enthousiast. Ik ben echt super enthousiast hoor, meestertje. Meestertje, zo moet je mij niet noemen hoor. Dat is niet gepast. Oh, nou word ik echt bang. Begin je nu te dreigen? Je bent hier pas een paar minuten op school en je begint al zo'n toon aan te slaan. Het spijt me hoor, echt waar. Ik geloof er helemaal niks van. Ga maar achterin gaan zitten. Ik snap zelf niet dat hij zo brutaal doet. Ja, ze zit hier nog maar 5 minuten op school. Ja. Daar gaan we weer. Na schooltijd was het gesprek van de dag. Het meisje ziet er zo lief uit, maar is zo brutaal. Dat ze zo tegen de meester durft te doen. Ik zou dat niet durven hoor. Ik snap echt waarom ze vanachter moest zitten. Hey meiden, hebben jullie mijn nieuwe fiets al gezien? Heb ik voor mijn verjaardag gehad. Zo mooi hoor. De versnelling is het hierop. Ik denk in het ring. Hallo. Kijk, ik heb een nieuwe fiets voor mijn verjaardag gehad. Wat vind je ervan? Nou, dat is de mooiste fiets dat ik ooit gezien heb. Die zal vast wel heel duur geweest zijn. Die heb ik voor mijn mama en papa gekregen. Nou, dan zijn je mama en papa die was heel erg rijk. Mijn ouders vinden mij gewoon heel erg lief. Dat is al fijn voor jou. Ja, rustig. We doen het toch niet onaardig? Ik toch ook niet? Zo klinkt het anders wel. Kom, we gaan. Het is altijd hetzelfde en ik bedoel het niet zo. Later die middag bespraken een groepje kinderen het onderwerp van hun werkstuk. Waar wil je het over hebben? Ja, ik zat te denken over een werkstuk over dinosaurussen of zo. Nee, zou het niet beter over iets anders hebben, zo over dieren die nu leven? Nee, misschien moeten we het hebben over iets dat ons meer aangaat. Kinderrechten, dat misschien, dat is wel een goed idee. Ja. Kijk, volgens mij is daar een boekje van kinderrechten. Ja, wacht, ik zal het even pakken. Doe niet zo handig, je hebt dat boek laten vallen. Kijk, Sacramenigitis, wat is dat nu? Maar wacht, is dat de betekenis? Ah, oké. Kijk, Sacramenigitis is een ziekte en betekent eigenlijk sarcastische eigen mening hebben. Het betekent dat je mening weergeeft op een sarcastische manier. Dat is iets dat je op een verkeerde toon je mening geeft. Is dat misschien wat een nieuwe meisje uit onze klas heeft? Ja, dat is het. Dat moet het zijn. Kom, we gaan tegen de meester zeggen. Hallo Lina, ik heb vandaag nog wat leuks meegemaakt op je
Ik had vandaag dat nieuwe kind in de klas en dat was echt brutaal. Oh, echt waar? Jos heeft dat kind bij jou in de klas? Dan is dat kind dat overal van die school is gestuurd en zo? Ja, klopt. Dat kind dat in de krant staat. Ja. Meester! Nu zijn er kinderen in de klas, nu moet ik echt afleggen. Ik ga je straks weer bellen. Doei! Wat is er aan de hand? Volgens mij weten we wat dat een nieuwe leerling in de klas heeft. Wat dan? Sarcoïdisch! Oh, daar heb ik al eens van gehoord. Dat is dat je je mening geeft altijd op een verkeerde toon. Ja, je mag je ook je eigen mening geven. Het zei hier een kinderrechtenboekje. Ja, maar je moet het wel op de goede manier zeggen. Daar heb je helemaal gelijk in, Billy. Want anders kan je mensen kwetsen. Maar de nieuwe leerling kan daar niks aan doen. Nee, kom, we gaan haar zoeken. Nee, hier is ze niet. Kom, we gaan daarheen. Ik denk niet dat ze in de grote of de kleine toiletten zit. Daar is ze ook niet. Het nieuwe meisje had zich goed verstopt en was verdrietig. Ik kan er toch ook niks aan doen. Oh, kijk, hier is ze. Luister, we weten welke ziekte dat je hebt. Ziekte? Ben ik ziek dan? Kijk, hier staat het. Sacrameningitis. Ja, dat heb ik echt, ja. Je kan er echt gewoon niks aan doen, dat je alles op een verkeerde toon zegt. Zo, hier word ik echt heel blij van, joepie. Ja, je bent echt blij, maar je laat het gewoon niet zien. Kijk, als je een gebroken been hebt, dan zullen ze voor je zorgen en zien ze het. Maar bij mij wordt iedereen alleen maar boos. Er moet gewoon meer bekendheid komen voor die ziekte. Precies! Ken je iemand die altijd zijn eigen mening geeft? Dan is dat helemaal goed, want dat staat ook in het kinderrechtenverdrag. Maar als er iemand het op de verkeerde moment of de verkeerde manier zegt, dan kan het ook verkeerd overkomen en kwetsend zijn. Oordeel dan niet te snel. Want waarschijnlijk heeft deze persoon... sarcomeningitis. En we zijn gestopt. Ja, maar mocht je nou nog die bloopers willen zien, dat kan, die vind je hier. Mocht je een andere film willen zien van ons YouTube-kanaal, daar. En anders kan je daar nog even abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Oké? Okay?